Goeiedag. Ja, de weekendverwachting die ziet er helemaal niet zo slecht uit. Vandaag, vrijdag, hebben we wel te maken met een dipje. Periode met regen. Ik zag zelfs lokaal al meer dan 20 mm water gevallen. Maar in het weekend ziet het dan uit dat het in vrijwel heel het land droog blijft. Alleen Limburg, dat ligt nog een beetje in de gevaarzone, laat ik het zomaar zeggen. Want daar zou misschien nog wel een bui kunnen gaan vallen. In ieder geval denk ik dat het een groot deel van het weekend er zo uitziet. In ieder geval op zondag. Zaterdag kan het misschien nog wel een beetje dicht gaan smeren. En misschien is het ook dit weekend wel weer prima weer om vliegtuigen te gaan spotten, zoals hier op de foto is te zien. De weerkaarten. Hier kunnen we mooi die storing zien die vandaag voor die regen zorgt. Die trekt van west naar oost over het land. En dat betekent ook dat het westen van het land in de loop van vrijdag wel wat betere omstandigheden krijgt. Maar in het zuidoosten blijft dat front toch wel slepen. Is veel bewolking aanwezig. Zaterdag trekt dat uiteindelijk wel meer door. Maar u ziet het, in de nacht van zaterdag op zondag zou er toch ook wel weer regen in het zuidoosten kunnen gaan vallen. Elders in het land blijft het droog en zondag overdag ziet het er toch wel prima uit. Ik ga er dan vanuit dat die neerslag ook uit Limburg weer is verdwenen en dat er dan zonnige perioden zijn, mede ook dankzij een uitloper van een hoge drukgebied. En dat zorgt er over het algemeen voor dat wolken zich wat moeilijker kunnen gaan vormen. Ook de maandag, u ziet het al hier een beetje, ziet er prima uit. Geleidelijk aan toch meer opklaringen nog en overdag krijgen we dan ook flinke zonnige perioden. Nou, dit is de kaart voor zaterdag. 24 tot 25 graden op de meeste plaatsen. Met zon en wolken. Zoals gezegd, in het Limburgse daar met name in de ochtend toch wel kans op een paar buien. En misschien ook wel weer later op de dag. De wind die waait uit een noordwestelijke richting. Is zwak boven land. Boven zee zal die wind wel iets meer aanwezig zijn. Meest matig. Zondag, dan hebben we wat meer wind, maar ook wat meer zonnige periode, denk ik. De zon die komt er wat beter doorheen. 22 tot 23 graden. En maandag is ook een dag met flinke zonnige periode en aangename temperaturen. Echt Hollands zomerweer is het. Dinsdag wordt het een stuk warmer. Dan toch in het binnenland gaan we naar de 26 graden. En later op de dag wel een bui vallen. En woensdag is dan weer typisch zo'n dag dat we een dipje hebben. Temperatuur komt dan wat minder hoog uit en er vallen wat buien. De dag daarna gaat de temperatuur weer iets omhoog en is het weer droog. Kortom, volgende week ziet er ook helemaal niet verkeerd uit. Net als het weekend, overwegend droog met zonnige perioden. Fijn weekend.